Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van een videonieuwsbrief van de Institute of Unconventional Wisdom. Het onderwerp van vandaag is: hoe geef je richting aan je leven? Wat kan je doen om te zorgen dat je leven ergens voor overgaat? Dat je weet waarvoor je leeft? In mijn optiek is dat een vraag die door de eeuwen heen door de mens gesteld is. En dan zie je ook al bij de oude Grieken, de eerste Griekse filosofen, die begonnen al zelf daar allerlei ideeën over te ontwikkelen. Een van de allereerste ideeën was dat de hele wereld bestond uit liefde en haat, dat dingen elkaar aantrokken en afstoten. En daar uiteindelijk is alchemie en onze scheikunde uit voortgekomen. Dus dat was toch wel een goed idee, ook al lijkt het soms wat simpel, als alles alleen maar uit liefde en haat bestaat. En de volgende versie van de liefde- en haattheorie was dat de wereld niet bestond uit alleen liefde en haat, maar uit vier elementen, te weten aarde, water, lucht en vuur. En dat als je die elementen in je leven op orde bracht, in evenwicht bracht, dat je dan een voortvolmaakt geheel mens was. En dat programma is eigenlijk door de eeuw heen gebruikt door mystici en magiërs en alle andere mensen die vroeger tijden al experimenteerden met zelfontwikkeling en persoonlijke groei, om verder te komen. Ik heb de afgelopen jaren veel van die teksten geanalyseerd en met neurolinguistisch programmeren daar een model uit gehaald, wat ervoor zorgt dat je op een hele makkelijke en goede manier, maar helaas geen snelle manier, aan jezelf kan werken. Het grote voordeel daarvan is, dat is een project wat zomaar 10 of 15 jaar kan duren. Persoonlijk ben ik er al meer dan 20 jaar mee bezig. Is dat je wel weet waarvoor je leeft. En dat heeft weer grote gevolgen voor het optimisme en het goed voelen. En ook je gezondheid. Het blijkt dat mensen die gewoon weten waar ze voor leven, die een doel in hun leven hebben, die een passie hebben, die weten wat hun talent is, dat die verder komen en op een goede manier meer uit het leven halen. Dat ze meer plezier maken, meer ontspannen en zoals al gezegd ook een stuk gezonder zijn, waardoor ze langer leven en langer gezond blijven. Kortom, vinden waar het leven voor jou om draait, je eigen passie, je eigen talent, is zeer belangrijk. Niet alleen geeft het een goede invulling aan je leven, maar ook voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid schiet dat een enorm stuk op. De vier elementen waar het om gaat bij het model wat ik gemaakt heb. Overigens noem ik het model zelfontwikkeling volgens neurosofie. En de vier elementen zijn dus aarde, water, lucht en vuur. Aarde staat voor aardse zaken. En dat zijn eigenlijk drie dingen. Eerst plaats dat je gewoon je lichaam gezond houdt, goed eet, fit bent, genoeg slaapt. Tweede zaak is dat je genoeg inkomsten hebt, zodat je daadwerkelijk kan doen wat je wilt doen. En de derde is dat je plezier en ontspanning vindt in lichamelijke activiteit, want dat is ook erg belangrijk. Het tweede element is water. Water staat voor emoties. Goed leren omgaan met je emoties, zodat je het grip hebt op hoe je brein werkt en dat je eigenlijk de emoties kan afstemmen op wat de omstandigheden vragen. Dat betekent meestal je goed voelen, maar af en toe ook een keer je niet goed voelen. Lucht staat voor het intellect, voor communicatie. Goed kunnen leren communiceren en te begrijpen wat de voordelen zijn van wetenschappelijk denken, maar tegelijkertijd ook begrijpen wat de nadelen zijn. Zodat je genoeg wetenschappelijkheid in je leven inbouwt om te zorgen dat het effectief wordt en tegelijkertijd niet zoveel wetenschappelijkheid inbouwt dat je afsluit voor allerlei mooie spirituele of bijzondere ervaringen. En tenslotte vuur. Vuur staat voor ambitie, je grote droom, ontdekken wat je passie en je talent is. En vervolgens ook de wilskracht ontwikkelen, vuur staat ook voor wilskracht, de wilskracht ontwikkelen om die passie en die droom en dat talent ook waar te maken. Die vier stappen heb ik allemaal beschreven in mijn boek Word wie je bent. Maar we gaan er ook binnenkort een avond over houden. En op deze avond gaan we aan de hand van wat er in het boek staat uitleggen hoe je door middel van die vier elementen je leven in evenwicht kan brengen, je passie en je talent kan vinden. En we doen een oefening die in het boek staat over hoe je aan de hand van je eigen biografie kan ontdekken waar je nou goed in bent en welke rode lijn door je leven loopt en waar je vooral het slimmer om te focussen.